Wanneer heb jij voor het laatst je cookie banner een update gegeven? In 2024 gaat de autoriteit persoonsgegevens strikter handhaven op cookie banners. Je moet dus echt zorgen dat die op orde is, anders loop je een groter risico op een boete. Met een cookie banner vraag je toestemming om cookies te mogen plaatsen. Dan heb je gelukkig niet voor alle cookies toestemming nodig. Cookies die juist nodig zijn voor het laten werken van je website en zelfs cookies die je nodig hebt voor analytics, daar heb je in principe geen toestemming voor nodig. Als het gaat om analytics cookies is het wel belangrijk dat je daarmee geen persoonsgegevens verzamelt. Dus dat niet het volledige IP-adres wordt opgeslagen. Voor andere cookies, zoals van advertenties, tracking cookies, maar ook andere technieken, zoals een webbeacon of een Facebook pixel, daar heb je wel toestemming voor nodig. Om die cookies te mogen plaatsen heb je uitdrukkelijke toestemming nodig. Dat betekent dat iemand daar echt een handeling voor moet verrichten. Alleen maar doorscrollen op je website, dat is niet voldoende. Ook moet de toestemming vrij gegeven kunnen worden. Je mag ze er dus niet inluizen met allerlei stiekem met dark patterns, met linkjes in de tekst, met een knop voor afwijzen die lastiger te vinden is dan de knop voor accepteren en meer van dat soort technieken. Niet te veel psychologische trucjes dus. Geen vinkjes die vooraf al gezet zijn om toestemming te verlenen. Geen schuifjes die al op groen staan. En nee, Coolblue, ook niet alleen maar een linkje in de tekst om cookies af te wijzen en een grote knop onderin om cookies te accepteren. Dus dit is een slecht voorbeeld. Doe het niet zoals Coolblue het doet. Wat wel mag, is bijvoorbeeld zeggen alle cookies accepteren of plaats alleen noodzakelijke cookies. Het is immers ook niet zo dat als je de cookies waar toestemming voor nodig is afwijst, dat je daarmee alle cookies afwijst. Maar het afwijzen moet wel net zo makkelijk kunnen als het accepteren. Dat betekent dat de keuze tussen accepteren en instellingen kiezen alleen niet genoeg is. In dat geval zul je dus 3 keuzes moeten bieden. Daarnaast is het belangrijk dat mensen weten waar ze precies toestemming voor geven. In de eerste laag van de cookie banner, dus voordat iemand ook maar ergens op geklikt heeft en zonder dat ze hoeven te scrollen, daaruit moet duidelijk zijn wat voor soort cookies je plaatst, of je die zelf plaatst, of dat die door derden worden geplaatst en met welke doeleinden die cookies worden geplaatst. Hou dat kort en bondig. Voor meer informatie kun je dan een linkje plaatsen naar je privacyverklaring of je cookieverklaring. Daar kun je beter uitleggen welke derden het zijn, welke verschillende soorten cookies je plaatst. Daar kun je ook laten zien dat er misschien wel meerdere instellingen zijn. En daar kun je natuurlijk ook van alles uitleggen over de rechten, zoals hoe cookies weer verwijderd kunnen worden en hoe toestemming kan worden ingetrokken. Een cookie wall, dus accepteren of stikken en de website niet bezoeken, is volgens de autoriteit persoonsgegevens helemaal niet toegestaan. Natuurlijk is het belangrijk dat je geen cookies plaatst waar toestemming voor nodig is, voordat je die toestemming ook daadwerkelijk hebt. Daarom kan een in het oog springende pop-up een goede beslissing zijn. Dan moeten mensen eerst kiezen, accepteren, afwijzen of instellen, voordat ze de rest van de website kunnen bezoeken. Op mijn website plaats ik eigenlijk alleen maar noodzakelijke cookies. En als je een YouTube video, zoals deze, wil bekijken, ja, dan plaatst YouTube wel wat cookies. Dus die moet je nog specifiek accepteren. Maar zonder acceptatie van die cookies kun je gewoon de website bezoeken. Op het moment dat je dan een pagina tegenkomt met een video, dan wordt daar opnieuw de optie geboden om alsnog de cookies te accepteren, zodat je de video kunt bekijken. Je blijft dus altijd toegang houden tot dezelfde informatie, alleen in een andere vorm als je niet de cookies van YouTube accepteert. Daarom is dat ook geen probleem en valt het niet onder het idee van de cookie wall. Check dus goed of je wel een goede cookie banner gebruikt en daar een goede aanbieder voor hebt gekozen. In sommige gevallen moet je zelf de informatie aanleveren. En andere cookie banners die zoeken zelf steeds op welke cookies je plaatst en waar dan toestemming voor nodig is. Kijk uit voor de banners die zeggen dat er ook een schuifje verplaatst moet worden voor gerechtvaardigd belang. Dat bestaat namelijk helemaal niet in de cookiewereld. Je hebt toestemming nodig of je hebt dat niet. Gerechtvaardigd belang zou juist betekenen dat je dus geen toestemming nodig hebt. Vraag daar dan ook niet om. Of bedoel je eigenlijk dat het een cookie is die je zelf wel graag wil gebruiken, omdat je het gebruikt voor je marketingdoeleinden en dat in andere AVG-termen misschien onder gerechtvaardigd belang zou kunnen vallen?
Maar ja, bij een cookie is dat niet zo. Dat staat in de telecommunicatiewet. En daar staat heel duidelijk dat je voor dat soort cookies gewoon toestemming nodig hebt. Dus kies voor toestemming of geen toestemming. Maar dat zijn de enige twee smaken die daar zijn. Voorkom dus ook dat je plugins gebruikt voor cookie banners die vragen om zo'n gerechtvaardigd belangschuifje. Want dat slaat echt nergens op. En zorg er dus voor dat je cookieverklaring op orde is. Je mag hem uiteraard zelf schrijven of download dit model van mijn website. Als je meer wil weten over toestemming, dan moet je eigenlijk bij de AVG zijn. Kijk daarover dan weer deze video.